leuk om u weer eens te spreken. Goedemiddag, fijn dat u weer terug bent. Ja, gezellig. Ja, leuk. Dank u wel. Ja, ja, u weet wel wat ik vraag. Stormt op mij af, ik heb geen idee. Het bonnetje, wist u ervan? Waar wist ik van? Even de puntjes op die. Waar wist ik van? Wist u dat het bonnetje er wel was, maar dat het de opdracht was gegeven om het kwijt te maken? Wist u niet? Nee. Maar ook echt eerlijk? Derde keer? Nee. Drie keer is gegeven. Zo langzamerhand kunnen we wel spreken van een malafide clubje. Bij de VVD bedoel je? Ja. Ja, zo ongeveer. Nou ja, dit zijn uw woorden, maar het feit dat ze... U wou ze bijna overnemen? Dat is waar. Bijna. Je zegt het goed. Kijk, het feit is natuurlijk wel dat ze er jarenlang diverse VVD-ministers gezeten hebben en die geen schoon schip kunnen maken. En de VVD heeft hier echt een prestigestrijd van gemaakt. En dat is falikant mislukt. Schrok u ervan toen u het hoorde? Nou, daar ga ik allemaal niks van doen. Oosting gaat het uitzoeken. Maar u heeft de vraag gesteld. En wat mijn gemoedstoestand was, dat gaan we niet delen met elkaar. Maar waarom niet? Nou, heel interessant. Dat kunt u zich toch wel voorstellen, of niet? Ik kan me dat toch ook afvragen? Dat mag u allemaal doen, maar ik mag er geen antwoord op geven. Dus dat doe ik nou niet. Want waarom zou ik me dat dan eigenlijk moeten kunnen voorstellen? Als ik het niet wist. Ja, maar of u schrok van dat bericht? Dat gebeurt, Ja, antwoord ja. Meneer Krol, de bonnetjesaffaire, dat is ook wat, hè, bij de VVD. Ja, ik denk, kom even bij u. Ja. Nou, ik heb bonnetjes-expert. Ik heb straks nieuws voor je. Maar goed, nee, het is schandalig. Iedereen verliest zijn vertrouwen in de politiek en dit kan zo echt niet. Wat ik onbegrijpelijk vind is dat in december al bleek dat dat departement door twee mannen wordt gerund die er vooral een eigen partijbureau van gemaakt hebben. En dat dat een maand later gewoon door blijkt te gaan. Het wordt toch steeds meer een echte maffiaclubje, die VVD? Nee, vind je het goed dat ik nou weer eens lekker doorloop? Ik zou het maar doen. Het is goed dat je weer terug was, maar het is geen maffiaclubje. Mensen zitten met idealen in de politiek. En dat probeer je zo goed mogelijk uit te dragen. Dat heeft niks met maffia te maken. Maar dit ziet er zo onderhand echt niet meer uit. Dat weet u ook. Ja, maar goed, u heeft mij in het begin een vraag gesteld toen u enthousiast om af kon lopen tot drie keer toe. Dus dan weet u wat ik ervan denk, hè? Dan zijn we er toch weer helemaal uit. Een soort van de Godfather, maar dan hier in Den Haag? Ja, allemaal jouw woorden, maar ik vind het gewoon... Maar u bent het wel eens? Nou, ik vind vooral dat hele departement... Maar u bent het wel eens? Nou, mag ik natuurlijk niet hardop zeggen, mag ik alleen maar denken. Dank u wel. Ja. Doei. Doei.